De Russische president Poetin is voor het eerst in 24 jaar in Noord-Korea voor een tweedaags bezoek. Echt een officieel bezoek. En Pyongyang is geheel omgebouwd tot één grote fanzone voor president Poetin. Ja. Ja, naast de wegen overal beelden, foto's. En er zijn heel aan die hele grote boulevards, ja, waar eigenlijk alleen maar de partijtop mag rondrijden in dikke auto's. Daar zijn onder 50 meter staan de lantaarnpalen. De één lantaarnpaal geladen met een beeld, het portret van Poetin. Ja. En de volgende lantaarnpaal heeft dan de vlag, de Russische vlag. En daarna komt weer het portret van Poetin en de vlag. En het gaat maar door. Je ziet het, ja, echt enorm afgeladen met Noord-Koreanen. Met daarboven enorme ballonnen. En in Noord-Korea denk je dan dat zou daarin zitten. Een dikke knuffel van Kim bij komst. Lekkere disco, North Korean style. De rode loper voor de private jet. Alle registers gaan open. En op dit moment praten Poetin en Kim Jong-un met elkaar. Nou, dat bewijst, zo zegt NAVO-topman Jens Stoltenberg, dat veiligheid niet bij de grenzen stopt. Putin's visit to North Korea demonstrates and confirms the very close alignment between Russia and the authoritarian states like North Korea. But also China and Iran. And this also demonstrates that our security is not regional, it's global. What happens in Europe matters for Asia, and what happens in Asia matters for us. And this is clearly demonstrated in Ukraine, where Iran, North Korea, China are propping up, fueling Russia's war of aggression against Ukraine. Dus, zegt Stoltenberg, we hebben gewoon ook last van deze bromance. Van een Russische president en een Noord-Koreaanse dictator. Bij ons is Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Remco, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je hoort het net, Poetin is groots onthaald. Het is echt groot vertoon van, laten we eens kijken hoe veel we van elkaar houden. Maar is dat ook echt zo? Of hebben ze elkaar alleen maar nodig? Ja, dat weet ik niet. Het lijkt wel echt zo te zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat ze echt moeite met elkaar hebben. Mm-hmm. Maar wat heel duidelijk is, is dat ze elkaar echt nodig hebben. Ja. Het is belangrijk, hè, voor Noord-Korea, dit bezoek. Want wat krijgt Noord-Korea van Rusland in ruil voor de steun die Noord-Korea weer geeft met munitie bijvoorbeeld aan de Russen? Ja, het krijgt gas en olie, voedsel, technologie. En het belangrijkste, denk ik, op termijn is nog wel een plaats in ieder geval de Russische wereldorde. Dus een plekje in de internationale gemeenschap. Een internationale gemeenschap. En dat is voor Noord-Korea natuurlijk de afgelopen decennia altijd heel lastig geweest. Omdat het een heel zwaar gesanctioneerde paria-staat was. Ja. Nou, dat is niet meer zo. Hoe significant is het dat het voor het eerst in 24 jaar is dat de Russische president Noord-Korea bezoekt? Nou, ik denk wel dat het echt significant is. Het is niet gewoon een symbolisch bezoek. Ook al kwam hij te laat, zoals hij altijd blijkbaar te laat komt bij topontmoetingen. Ja. Hij heeft natuurlijk staatshoofd van Rusland. Hij vecht een oorlog in Oekraïne uit. Ja. Hij gaat niet zomaar naar een ander land als dat niet echt hoeft. Dus waarschijnlijk wordt er echt heel erg serieus gepraat over het verhogen van Noord-Koreaanse wapenleveranties. En wat dat de Rusland gaat kosten. En wat het Noord-Koreaans persbureau al heeft gezegd, en dat is ook wel belangrijk, is dat er ook wordt gepraat over een militair bondgenootschap. Dus eigenlijk net zoals vroeger, toen de Sovjet-Unie en Noord-Korea heel close met elkaar waren, een interventieclausule. Als de een wordt aangevallen, ja, dan staat de ander meteen klaar om te helpen. Dat zou betekenen dat er ook Noord-Koreaanse boots on the ground mogelijk komen, als je dat zo vrij vertaalt, in Oekraïne. Daar zou dan in ieder geval een juridische basis voor zijn binnen Noord-Korea en, ja, Rusland. Ja. En andersom, ja, natuurlijk ook. Ja, ja, ja. Ongelooflijk. En Noord-Korea roert zich nog meer. Want we hoorden gisteren dat Noord-Koreaanse soldaten de grens met Zuid-Korea zijn overgestoken. Waarna daar waarschuwingsschoten, ja, volgden vanuit Zuid-Korea. Is dat nou provocaties of waren dat vluchtende soldaten? Ja, het waren geen vluchtende soldaten. En nee, het moeten bijna provocaties zijn geweest. Want je loopt niet zomaar fout in de DMZ. Nee. Dus die gedemilitariseerde zone op het moment dat de spanningen zo hoog zijn. En Noord-Korea voert daar al dagenlang werk uit, blijkt uit verslaggeving. Dus daar is echt wel wat aan de hand. Wat er precies is, is er vooralsnog onduidelijk.
Maar dit is meer dan een gewone provocatie, lijkt het. Nee. Waar moeten wij nog op gaan letten bij dat bezoek tussen van Poetin aan Kim Jong-un? Ja, ik zou willen zeggen op de agenda, maar die wordt niet vrijgegeven. Nee. Dus het is, we zullen denk ik heel goed de persberichten van Kremlin en Pyongyang moeten lezen om te kijken wat daar precies is afgesproken. En dan nog kom je erachter heel veel niet. Nee. Maar ik ben bang dat we binnenkort op het slagveld in Oekraïne gaan uitvinden hoe succesvol deze top is geweest. Dankjewel, Remco Breukers, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden.